Yo mensen, we zitten weer in de auto, dus het wordt leuk, want wij gaan naar Londen. Oké jongens, we zijn in Den Bosch, station Oost. Ik weet niet als hij laat. Nee, hij gaat niet inzoomen daarop. Jammer. Maar goed, we zijn in station Oost. En nou is het wachten op de bus naar Eindhoven. En dan gaan we weer met de bus naar Londen. Daar gaat de trein hoor. Oh, je kan het niet goed zien, maar daar is de bus. Dus ik kan even instappen. We gaan. Ze hebben de lamp uit gedaan. Let's go. Oké, we zijn in Eindhoven. Er staan hier echt 5 bussen of zo. Die van ons moeten nog komen. Er is er eentje Praag, Parijs, Berlijn. En daarachter is er nog eentje. Die gaat ook volgens mij naar Parijs. Of dat wordt allemaal nog veranderd. Maar die van ons die is er nog niet. Dus die komt er nog aan. Ook onze bussen zijn aangekomen. We zitten dus in de bus, We hebben ziek veel beenruimte. Ik kan het niet goed zien, maar het is wel. We zitten bijna voorin. Zo, het is gewoon helemaal mooi. Je kon het al zien. We zijn bij het tankstation. Iedereen gaat even pissen en zo. En dan gaan we daar ook weer doorrijden natuurlijk. Ja, ik weet niet hier, ik kan niet zien. Dus paspoortcontrole en zo. We zijn er al doorheen. En dan gaan we daar zo meteen de boot op. Ja, we zijn vertrokken.
Midden op zee en het is wel lachen, want kijk daar zo. Het is Frankrijk. Als je zo kijkt, wat is die boot nou? Even kijken, daar heb je ergens een boot, ja, je ziet hem. Daar zo is Engeland. Links. Dat is toch gek. Nou, rotonde. Het is ook allemaal met de bushouders netjes in het uniform. Bed wel een beetje goed is, want ja, anders kan je niet slapen. En zonder slaap, dan ben je niet fit. Dat gaan we nou even doen. Nou mensen, het is alweer lekker avond. En de eerste dag was voorbij. We hebben eigenlijk alleen maar echt gereisd. En morgen gaan we naar de stad. Dus ik zou zeggen, lekker gaan kijken. Hij zal er nog niet zijn, misschien wel. Dus ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Houden we. All around me, do you hear the sound of my whistling?